zit er al klaar voor. Ja. Ach, kusje. Hartstikke trots. Mooi. Ja. Wakker worden. Bye. Ik weet niet hoe je dit hebt gedaan. In jouw armen. Nee, nee, ja, nee, stof eraf. Oh, kijk. Oh. Oh. Ja, vind je het mooi? Zet ze uit, snel, snel zijn trouwjurk. Een sluier zo dragen. Je bruidsmeisjes zijn. Het gras is nooit groener aan de overkant. 32 graden, Barbie-popjes in de toekomst. Wat? Zie je aan TikTok? Ja. Lekker, hè? Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En vandaag is het een heel bijzondere dag. Want ja, jullie zijn 9 jaar getrouwd. Joepie, papa en mama zijn 9 jaar getrouwd. Ja. En dat betekent dat we vandaag een klein feestje hebben. Want het is 9 jaar geleden dat die foto die op onze, boven onze bank hangt, daarboven in onze kamer. Dat 9 jaar geleden is gemaakt. Toen was mama 23 jaar en papa 8 jaar verder. Nee. 31 jaar. Nee, 31 jaar. Wat was hij toen al zo oud? Nee, mama en papa schelen 8 jaartjes. 8 jaar. Ja. Ja, dat is voor de rest niks van te merken. Maar alleen in de leeftijd misschien een klein beetje. Maar ik was best wel jong toen ik ging trouwen met Daniel. Ik had ook al wel wat, Daniel en ik hadden allebei wel wat eerdere relaties achter de rug. Maar bij deze relatie voelde het zo goed dat we er meteen voor gingen, zeg maar. Ja, liefie. Ja. Oh ja, Luxie zit een beetje onder de muggenbultjes. Ja, schatje, ik weet het. Een beetje geprikt door de mugjes, hè? Ja. Hé, maar we zijn 9 jaar getrouwd, maar we zijn 10 jaar samen. 10 jaar samen. We zijn 1 jaar langer samen dan dat we getrouwd zijn, zeg maar. We zijn vrij vlot getrouwd. Nog geen dag spijt van gehad. Ja. Moet je kijken. Mooi 3 mooie kindjes bij gekregen. Kijk, van daar 9 is. Jaar. Van, ja, 9 jaar later. Ja, 9 jaar later. Dit is het resultaat. Kijk, hier was ik dus 23. Ziet de zon nou weer opschijnen. En Daniel 31. En in dit dorpje. Kun je nou niet goed zien, denk ik. Wel, ja, dat dorpje in Zuid-Frankrijk zijn wij toen getrouwd. Voor degenen die ons al heel lang kennen, die weten dat. Die hebben dat wellicht ook allemaal wel meegemaakt de afgelopen jaren. En dat we iedere keer een jaar later waren getrouwd. Want dat vertellen we ieder jaar weer een beetje. Maar Daniel en Lucilla, die liggen nog op bed. Dus mama dacht, zullen wij een lekker ontbijtje klaarzetten. Dat lijkt me leuk. Voordat jullie naar school gaan. Want het is wel gewoon een schooldag vandaag voor Luan en Lucilla. Dus jullie gaan straks gewoon naar school. Maar het is nu nog vroeg, dus gaan we nu lekker een ontbijtje maken. Oh. Kom. En dan verrassen we papa en Lucilla ook nog een beetje. Ja. Het is 6 uur. En dan maken we vandaag. Het is 6 uur. Het is 6 uur. En mama die was om 4 uur naar beneden. Ja. En ik was om 6:30. Ja, mama was vroeg wakker vandaag. Mama kon niet meer slapen door de hitte. Maar goed, we gaan eens even kijken wat we hebben. Kijk, ik had als het goed is ergens croissantrollen. Ja, ik zie hem. Zie je ze liggen? Ja, daar, helemaal achter. Een croissantrolletje in de kast liggen. En ondanks dat het geen weekend is, gaan we toch croissantjes maken. Omdat het een klein feestje is vandaag. Ja. Hè? Nou, we gaan even lekker. Maar man, ja? Vergeet niet, we moeten wel om 8:30 in de les zijn. Om 8:30, ja, heel goed. Om 8:30, je moet eerder van huis op, jongen. Dus. Ja, we hebben 2 uur. We hebben 2 uur. Om 8:15 tijd zat. Dan moeten we weg. Ja. En om 8:30 dan moeten we in de les. Ja, nou, we hebben nog zat tijd, jongen. Ja, even een feestje geven in de ochtend. Even een bakpapiertje erbij. We hebben nog 2 uur de tijd. 2 uur de tijd. Jongen, die weet er alles van. Ja, ik stel wel. Ja. Het is goed. Ondertussen hebben we de croissantjes in de oven zitten. En de eitjes aan de kook bijna. En Luan heeft de tafel gedekt. En hij gaat ook een romantisch kaarsje aansteken, jongen. Oeh, dat ziet erg gezellig uit. Er moet natuurlijk wel een klein beetje iets van een romantisch in het ontbijtje zitten natuurlijk, hè. Voor papa. Heerlijk. Luxie zit al. Luxie zit er al klaar voor, hè, Lux? Ja. Ja. Heel goed gedaan, jongen. We hebben ook lekkere sapjes op tafel gezet. De vloer ingeschonken.
En lekkere kiwi en lekkere pruimpjes. En dan nu zullen we eens even kijken of ze wakker zijn. Zullen we het doen? Luxie pakt een pruimpje. Mam, oh ja. Lekker Lux. Ja, oh, en de koffie. Ja. De thee en de koffie. Oh ja, heel goed. Luan heeft hier de koffie al klaargezet. Ja, lekker. Luan had het heel precies. Goed zo, jongen. Kijk toch. En dan druk ik op het knopje. Hartstikke goed. En thee, is de waterkoker al warm? De water? Ja. Ja, hartstikke goed. Oh, maar er zit niet meer zoveel. Oh, dan moeten we eerst een beetje water erin doen. Dat is ook wel handig. Zo. Let trouwens niet op de rommeltjes overal. Mam, deze die doet het wel goed. Ja, zet me aan. En deze koffie. Deze koffie is ook klaar. Zo. En de eitjes die moeten nog eventjes koken. En dan zijn de eitjes ook klaar. En Luxie heeft al lekkere pruimpjes op, hè, liefie? Ja, ik zie het in je mond. Hé, hey, zullen wij eens eventjes naar boven gaan? Kijken of papa en Lucilla al wakker zijn. Ah, mee? Ja, ga maar mee. Maar we moeten wel de eitjes en... Ja, die doen we zo meteen nog als we weer beneden komen. Goed? Eens even kijken, Luxie. Zouden ze al wakker zijn? Zouden ze al wakker zijn? Ligt Lucilla nog te slapen? Oh, kijk. Goedemorgen, Lucilla. Lekker slapen? Ja, heerlijk geslapen. Mijn zusje er nog te bovenop zitten. Geef maar een kusje aan Lucilla. Ah, schatje, goed zo. Ja, gordijn open en daar was licht. Ja, open. Kijk, ons zwembadje staat alweer lekker klaar beneden. Ja, die staat er ook op. Kunnen we ook weer een plonsen. Goedemorgen, Siel. Ach, kusje. Ach, lievertjes toch. Oh. Meneer Luan. Meneer Luan. Zullen wij eens even kijken of papa ook wakker is? Ja. Ja. Je mag mee. Voordat we papa gaan wakker maken, doen we eerst eventjes Luxie weer haar onderbroek. Want we zijn bezig met het zindelijk worden. Dus Luxie die heeft haar eigen onderbroekjes. En gisteren is het op zich al wel goed gegaan. Ze heeft gisteren 3 keer een ongelukje gehad. Maar dat was natuurlijk helemaal niet erg, want ik heb genoeg onderbroekjes. En het is hartstikke warm en zo leert ze natuurlijk wel. Dus dat gaan we vandaag ook weer doen. Dus ze trekt nu even zelf haar onderbroekje aan. Dit is een afzakbroek. Oh, goedemorgen, Lucilla. Heb je een afzakbroek aan? Doe maar even lekker een ander aan. En een grote. Ja, doe maar even een hempie aan. Ja, dan gaan we eens even kijken of papa ook wakker is. Ja, goed zo. Nee, want ik heb ook kleren. Oh, ja. Zo, nou. Luxie heeft de onderbroekje aan. Ja. Hartstikke trots is ze erop, hè? Ja, oh, nou wil ze naar papa toe. Hm? Ben je zo trots op je onderbroek? Ja, mooi. Ja, ze vindt hem wel mooi, hè? Even kijken, ja, schattig, hè? Wat zie je, oh, wat kan je dat goed? Ja, leuk, hè? Een LOL onderbroekje. Hoe is papa hier? Is papa er? Waar is papa? Daar. Ik zie. Wakker worden, hey. Ja. Goedemorgen, vader. Goedemorgen. Dag, het is. Papa, mama. Ze hebben al maar. Ben jullie weer getrouwd? Yay! Gefeliciteerd met ons 9-jarig getrouwd. En deze kant is bij. Ja, ik was natuurlijk al wakker. Ik hoorde die al trippelen. Ik heb je pyjama is er mooi voor gaan liggen. Hij wordt niet altijd zo mooi wakker. Pas mama nog haar trouwjurk na 9 jaar. Mijn trouwjurk? Ik pas mijn trouwpak niet meer. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee, pas jij nog je trouwjurk? Kijk, wat daar hangt mama's trouwjurk. Zal ik die eens even pakken? Nee. Mama, moet ik met haar pakken? Mag ik bij mooie bloemetjes hier gaan? Die lijkt op een trouwjurk. Jij mag ook een trouwjurk gaan. Och jongens, ja, die hangt hier. Daarboven. Doe voorzichtig, vader. Ik weet niet hoe je dit hebt gedaan. Je hebt hem toch ooit opgehangen. Kijk, hier zie je ook nog trouwfoto's van ons hangen trouwens. Ja, en je bent niet meer... Je bent 10 jaar ouder, hè? Die hangt er alweer 10 jaar. Nee, 9 jaar. Ik geef jou een hand. Ja, dat is goed. Ik doe dit alweer. Nee, nee. Je stond hier op met je voet. Ja. Wil je mij hierop zetten? Ja, maar die sokjes zetten.
hier is zo'n job. Hier heb ik geen stoel meer. Nee. Kan je mij daarop zetten dan? Ja, ja, ja. Hier staan jongens. Ja, maar daarop zetten. Ja. Oh, dit vind ik echt heel eng. Lekker die waaien. Die voet hier. Huh? Ja, die voet daar moet eerst opkomen. Kijk uit, ik heb een heel kort broekje aan. Ja, het gaat goed. Nee, kom maar. Ja? Hop, omhoog. Huh? Huh? Omhoog. Die muur, ja, kijk. Okay. Oh. Hoor, ja. Wacht even hoor, jij blijft staan. Blijf staan. Gaan we jou eerst erop? Kijk, nu wel niet, maar we schouwjurk. Oh. Yeah. Springen? Nee, 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 nee. In jouw armen. Nee, nee, voorzichtig. Mama. De trouwjurk, hier is hij. Oh, helemaal stofferig ook. De trouwjurk hebben we naar beneden gehaald. Daar is hij. Ik heb hem alweer een keertje eerder aangehad na mijn bruiloft. Volgens mij ook toen we 5 jaar getrouwd waren of zo. Maar om eventjes te kijken hoe die er ook alweer uitzag, hebben we hier het trouwboekje. Nog even kijken. Kijk, hier is het trouwboekje. Ja, de stof eraf. Kijk, dit is papa. Kijk. En dat is mama. En we zijn getrouwd op 25 juni. Maar wat zit je binnen? 2011. Papa, die hebben we ook op de grond. Ja, we hebben ook wat foto's door het huis hangen. Zie. Dat was de Jurk. Oh, kijk eens. Hier is mama en papa. Waar zijn die roosjes met die parels? Ja, mooi hè, roosjes met parels. De vendel, kijk, die lavendel, die hangt in het groot daar. Ja, die hangt daar ook. Kijk eens. We hadden een trouwreportage in het lavendelveld. Ja, met bij jou. Lavendel. Ja, 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 ja. Bij mama en papa. Ja. Voor de ja, grappig. Ja, dat was oh, wat romantisch. Van Mr. en Mrs. Jones. Kijk dan. Kijk ja. En die Mr. Papa was Mrs. toen Jones. Al een beetje een gekke papa, hè? Nu ook, hij is gewoon gebleven zoals hij is. En mama, kijk dan. Kijk dan, mama, net die jurk. Ja. Mama ook in, hoor. Oh. Nou, je had wel een mooi pak. En papa is getrouwd zonder stropdas, hè? Zonder stropdas. Maar in het boek kun je lezen waarom. In ons bellingaboek, hè? Ja. Ja, die hangt in onze woonkamer en in dat dorpje zijn we getrouwd. Dit is het kerkje hier. Ja, mooie luxe. Mooi, ja, luxe. Ja. Ja, wat oh. Mama sieraden. Oh, mam, en wat heb jij een mooie oogschaduw? Oh, oh ja, ik had mijn make-up had ik zelf gedaan. Echt? Ja, dat had ik zelf gedaan. Oh, kijk. Kijk, en dit zijn onze kijk. Trouwringen. Kijk. En die heeft papa dus groter laten maken. Ja. Ja. Oh, en mama, wat heb je een mooie nagel? Ja, ja, mama ook zelf gedaan. Mama, deze is leuk. Mooi hè? Ja. Met papa in de armen. Ja, we waren nog wel heel jong gedaan, als je dat zo terug ziet. Ja, kijk die. Ja. Dat is die. En hier zit dus de jurk in, jongens, in deze grote. Ach nee, hij ja, moet je het openmaken. Kijk. Oh. Oh. Dat is mijn prinsessenjurk. Ja. Oh ja, en deze was voor de vrijdagavond. Een feestje ervoor, toen had ik deze aan. Ja. Oh mam. En op de bruiloft had ik wil deze. Wil jij die aan doen voor papa? Ja, de grotere. Ja, ik doe eerst deze aan. Oké, okay, eerst ik gewoon. Ik weet niet of maar ik bedoel ook even voor vanavond. Voor vandaag. Nee, ik ook. Ik weet niet of ik zo ga lopen vandaag. Voor vandaag vind ik het wel leuk, ja. Maar kijk even hoe deftig. Gaan ze? Zo deftig. Nee, in deze. Ja. Nee, ik ga eerst deze ja, even aan. Kijk, want ik hield dus heel erg van. Zie je, een schort. Nee, dit is geen schort, dit is een sluier. Oh ja, een sluier. Dit is de hoepel. Kijk, dit is de hoepel, jongens. Daardoor ging de rok een beetje mama, op de jurk bijstaan. Die heb ik ook bij jou door een roosje. Ook bij jou door een roosje jurk. Dus die moet eerst. En daarna doe je zeg maar de trouwjurk eroverheen. En die. En de sluier. Tot nu toe heb ik hem aan. Daniel moet hem alleen eventjes vaststrikken. Kijk, dat is de achterkant. Ik had hier ook een corsetje onderaan. Alleen die heb ik bij allemaal spullen bewaard en zo. Dus die heb ik niet hier bij handbereik. Dus ik doe het even zo. Ik heb trouwens nog helemaal geen make-up op en alles. Dus die moet je maar even bijdenken. Ik vind die bloemen zo mooi. Ja, leuk hè? Yeah. Zonder make-up is wel wat moois. Zonder make-up. Mama. Ik wilde heel graag een veehals, dat weet ik nog wel. Er is een veehals. Veehals, een vee. Een veetje. Oké, okay, mama. Hier, en adem in, dan gaat je korset dicht. Ja, doe maar. Strakker hoor. Ja. Oh. Ja, mag het zo? Ja, mag. Wauw. Het staat echt heel mooi. Maar hij moet natuurlijk nog wat strakker hoor. Hij staat echt heel strak. Hier bovenin. Ja.
Oh, het zit wel weer heel lekker. De jurk heb ik aan. En hij zit dicht en hij past onder boven onder. Nou ja, ik ben niet heel veel aangekomen. Nee, dat was net zo. Ik ben wel heel veel aangekomen, maar ook weer afgevallen met de kinderen uit de buik. Ja, ik ben alleen niet de zwangerschapszielers kwijt te krijgen. En dan deze in. En dan zo. Oh. En dan? Vinden jullie ervan? Mam, net een slammer erbij. Dat maakt mooi? Het deze echt bam, zo mooi. Ja, vind je het mooi? Ja, is het mooi van mijn trouwjurk. Nou, dan moet ik hem dan maar aan houden. Oh. Ja, en papa kinderen. Een cadeautje. Papa kon heel lang de trouwring niet aan. Nee. Wil je deze aan papa en mama geven? Dat we vandaag maak maar open, Luxie. 9 jaar getrouwd zijn. Wat zit er in, Luxie, Lucilla Lua? Want hij is wel makkelijker. Wat zit er aan het cadeautje? Doe je vandaag, na 9 jaar later, mijn trouwring? We hebben inderdaad Daniels trouwring groter laten maken, kinderen. En vandaag gaat papa de trouwring weer omdoen. En hij maar afdoen, hè, papa? Deze weer. En. Tadaa! Ik ga met mijn trouwjurk naar beneden. Oh, je mag mee. Kom maar, poppie. Oh, Luxie mee. Oh, leuk dat je dit aan hebt vandaag. Nee. Mama, vandaag een mooie trouwjurk aan. Mooi. Jij vindt het mooi? Vindt Luxie het mooi? Heel mooi. Ja? Oh. Luan, de croissantjes. Mam. Lu, de croissantjes. Ja. Lu, ren naar beneden, jongen. Jij kan rennen. Ik kan niet rennen met die jurk. Zet ze uit. Snel. Ik ruik wat. Ondertussen heb ik mijn make-up even opgedaan. En hier even het hele plaatje van mijn trouwjurk. Ik moet zeggen dat ik nog steeds heel blij ben met de trouwjurk die ik toen heb gekozen. Dat ik het, ik vond dit heel erg leuk, dat dit mooi afsteekt, zeg maar. Maar ook hier, dat hier die bloem zit en dat het hier een beetje uitloopt. En dit V-halsje vond ik heel erg leuk. En de sluier die ik draag, die heeft mijn beste vriendinnetje van vroeger gemaakt. Kijk, deze heeft ze zelf gemaakt met de veertjes. Ik weet niet of jullie hem zien. En die heeft zij gemaakt. Daar was ik ook echt super blij mee. Kan jij je moeder helpen met de trap? Ja, als jij mijn sluier of mijn sleep vasthoudt. Kijk, ik heb een klein kort sleepje erachter. Zo. Ja. Ja. Kijk. Ta-da-ta-da. Heeft al ooit gedacht dat mijn zoon mijn sluier zou dragen? Ja, dat kan ik wel. Ta-da-ta-da. Wat zing je? Daar komt de bruid. Ineens geen kerstliedje. Daar komt de bruid. Het trouwhuisje, oh, je staat te wachten. Oh, dit zijn bruidsmeisjes. Ik zie twee bruidsmeisjes, Luan. Oh, Luan brengt mij naar het altaar, jongen. Gaan we de ceremonie naspelen? Wauw, wat een mooie bruidsmeisjes zijn jullie. Wauw, oh, mooi. Zitten wij lekker aan tafel en is papa een verrassing ophalen van boven. En gaan wij lekker een croissantje eten, want jullie gaan zo naar school, hè? Ja. En als jullie uit school zijn, dan gaan we weer gezellig verder met het feestje vieren. Ja, goed? Ja. Zo. Nou, dat is een heel mooi ontbijt. Dan hebben we cadeautjes. Maar jullie hebben een heel mooi ontbijt gemaakt. Met kaarsjes en croissant. Ja. Dank jullie wel. Eitjes en fruit. Wat een verrassing is dat. Dat is lekkere dingetjes. Dank jullie wel, kinderen. Ik vond het heel erg leuk zo ons 9-jarige trouwensceremonietje te vieren in de ochtend. Dat is altijd toch? Hé, en voor ons 9-jarige trouwen heeft papa een cadeautje gekocht. Voor mama en eigenlijk ook voor mij. En voor Luan en voor Lucilla en voor Luxie. Voor ons allemaal. Ja! Dan mogen ze hier raden. Wat zal hierin zitten, Luxie? Wat maken papa en mama al 9 jaar heel graag? Elke dag een mooi vlogje om de derde. Ja! Computer doet niet zo goed. En het ziet eruit als een computer vorm. Dan mag jij als de eerste kijken of je gelijk hebt deze overmaken. Scheur hem maar eens open. We beginnen met ons. Mooi! Oudste zoon. Vind je mooi, Erik? Ja, Luxie bedoel. Dit is een 4 terabyte opslagbox. Hier kunnen we alle vlogs in opslaan. Wat is dat dan, Lucilla? Ja, kun je je zusje halen? Kom maar, Luxie. Dat is een USB-stick. Daar kan de camerakaart in. De auto! Ja, dat heb je vaak bij een computer. Ja. Een
Zo. Mooi, wow, Lucie. Wat is dat? Op een plaatje. Dat is er nog één. Daar kunnen de actioncamera stikjes in. Ja. Mijn liefste, je hebt al bijna de afgelopen 10 jaar dat we samen zijn, volgens mij wel meer dan 3000 video's geëdit. Meer. Maar onze op andere kanalen. Kreeg wat kuren. Ook nog allemaal vlogjes die zijn gecrashed. Ja, heel veel. Maar hij kreeg wat kuren en hij werd oud, onze computer. Ja. Dus ik hoop dat je hier heel veel editing hebt. Oh. En ik heb ook nog een liefdesbriefkaartje opgedaan. Een kaartje erbij van ons eigen. Ja, met ons gezinnetje. Mijn allerliefste, mooiste prinsessenvrouw, Farah. Gefeliciteerd met ons 9-jaar huwelijk. Ik ben zo dankbaar, jouw man en pap zonder onze 3 kinderen, Luan, Lucilla en Lucy, te mogen zijn en ons droomleven te mogen leven en te mogen vloggen. Want ik doe het altijd terug. Vloggen, hè? Dat zijn jullie allemaal, hè? Ja, maar dat deden we al ver voor jullie. Ja. Dat al daten. Ja. Geniet van dit cadeau met ons allemaal. Kusjes van je man, the one. Daniel. Prins Daniel Ben. Hij is altijd met zijn achternaam erachter. 24 juni 2011. Ja. Min 24 juni 2020 is 9 jaar getrouwd. En in ons hart past precies Daniel en Farah, Lucilla en Lexi. Hoe's een Pip en Sammy? Bellinga forever in love. Dankjewel, schat. Nou, dat er nog maar weer vele jaren mogen komen. Ja, maar we het over, liefje. Oh, wat is dat? Oh, MacBook Pro. Yuko. Dit is een goeie, hè? De beste die er is. Daar kun je volgens mij een heel stuk beter en sneller op editen. Kijk dan. Kijk dan, jongens. Oeh. En hij is super dun. Kijk dan. En draadjes, kabeltjes zitten erbij. En dus het hoesje. En een mooie laptop. En heel groot. Hij is groter dan die andere. Hij is groter, hè? Kijk dan. Ik kan daar niet zien. Die is mooi. Kijk eens. Groter beeld. Een breder beeld en de muis is breder. Alsjeblieft, schat. Dankjewel, papa. Kijk, dit zit heel veel vlogjes. Ja, leuk, hè? Kunnen we weer heel veel vlogjes mee editen. Heel veel plezier ermee. Dankjewel. Ik hou van jullie allemaal. Beeldscherm.
En hoe scherp in 4K. Dus dit wordt volgens mij nog mooier en makkelijker editen. Ja, dat denk ik ook. Zusje en kus, Zilla. Veel plezier op school. Ja. Nou, en trouwjurk, was mooi dat het je mama nog past. Best wel uit. Ja, wij zeggen tot over 5 jaar misschien weer. Ja. Volgend jaar doe ik hem weer aan. Ga maar in de bakfiets, Zilla. Kom er maar in. Ja. Doeg, tot straks. Box. Johan en Lucilla zijn inmiddels lekker op school en wij gaan lekker chillen in de achtertuin, want het wordt super warm. Hé, schatje, ben je hier aan het liggen, liefje, met je kassa? Ben je even aan het bellen? Ben je pop aan het bellen? Nee. Oké. Okay. En papa heeft ook even een tweede parasol opgezet, want het wordt vandaag super warm. Dus dan hebben we hier een beetje schaduw. Kijk, 1 en 2. 33 graden. 33 graden vandaag. Dat is ook nog gelukkig. Ik denk dat wij vandaag de hele dag in het zwembad gaan vertoeven. Ja, hier mooi zo. Ja, hier allemaal schaduwplekje. Ja, en Luxie? Schaduw, jij geholpen, hè? Bye bye. Zit Luxie lekker aan de tippie-tent te spelen? Appel. Ja, hij heeft wat speelgoedjes erin gezet en een lekkere beker drinken. En een stoel. Zit je hier wel lekker in de tippie-tent? Ja, dat is een ballerina. Die stond op Lucilla's taart toen Lucilla jarig was. Weet je dat nog? Een ballerina die kan dansen. Ja, zo. Ja, heel goed. Lucilla of Luxie is ook een ballerina, hè? Ja. Dat is een schatje. We hadden nog wat croissantjes over van vanochtend. Dus die gaan we lekker opbeuzelen als lunch. Nou, wij zijn even aan het lunchen. Ja, wil jij een gekookt eitje? Nog het ontbijtje van vanochtend wat nog niet helemaal op was met alle croissantjes. En toen had ik een kruimeltje op mijn wang en ik had het niet door. Excuses ervoor, maar goed, ik had het dus niet gezien. En het ziet er allemaal natuurlijk heel rooskleurig uit, vanochtend die droombeelden te zien. Maar alles is behalve dat natuurlijk ook, jongens. Het gras is nooit groener aan de overkant, onthoud dat. Ook het nepgras niet. Ook het nepgras? Nee, dit nepgras ook niet. Nee, ook wij hebben onze ups en downs natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat je erover blijft praten. Ik denk dat er wel iets is wat wij... doen. En wij zijn dus allebei twee sterke persoonlijkheden, dus wij kunnen ook lekker kibbelen. Degene die ons dichtstbij zijn, Daan belt nog steeds een eitje, die ons al kent, die weten dat ook wel. Ik bedoel, wij binden daar ook geen doekjes om. Wij kunnen best wel kibbelen, dat hoort er ook een beetje bij. Ja, maar dat heb je, hè? Twee ambitieuze mensen. Hoort bij ons wie we zijn. Twee ondernemend ingestelde mensen, die botsen. Nou, dat kan toch? Ja, maar ik moet wel zeggen dat elkaar daarna wel weer versterkt. Want dan kom je toch weer tot inzicht. Denk je, oké, ja, daar zit wel wat in. Of hè, andersom. Ik ga een uurtje lopen met de honden dus, en sms'en, maar ik mis je toch. Kom je nou? Ja, dat soort dingen. Dat is ook bij ons, jongens. En ondanks dat het soms best pittig is, of hè, het blijft hard werken. Helemaal met drie kleine kinderen rondom je heen. Tropenjaren. Tropenjaren noemen ze dat ook wel. Weten we ook gewoon wat we aan elkaar hebben en waarom wij samen zijn gekomen. En waarom wij zo'n goede match zijn. En waarom we ja hebben gezegd 9 jaar geleden. En als je dat altijd blijft herinneren, dan ik denk dat je overbrug je de mindere periode. Van die huwelijkscheurs die we volgden. Je zag zo'n metafoor van twee bomen. Ja, dat naarmate je met elkaar, onze hele wortels worden steeds meer in elkaar versterkt. Ja. Ja. En wat ik ook met de trouwbelofte zei, want ik word elke dag verliefd op je. Dat zei ik vanochtend ook weer. Dat is ook echt zo, want we groeien steeds meer met de wortels. Nou, maar weet je, het is wel anders dan verliefdheid in het begin. Ja. De prille begin is natuurlijk altijd anders. Niet die kriebels. Niet de kreupels dus, in de wagen. Het is niet meer dat je, weet je wel. Op een gegeven moment ga je gewoon van elkaar houden en word je gewoon een soort van eenzaam. Ik denk dat een beetje het beste is. Ik voel me niet compleet zonder jou en andersom. We vullen elkaar heel erg goed aan daarentegen. En natuurlijk botst dat ook. Net als Luan, Lucilla en Luxie. Ook broers en zussen ook met elkaar botsen. Botsen wij ook. Maar we weten uiteindelijk wel wat we aan elkaar hebben. En voor het slapen gaan sluiten we altijd dan vrede. Zeg maar. Ja, en we weten ook wat we aan elkaar hebben. Ook als we elkaar niet hebben. Weet je wel? Nee, maar op. Dus dat is ook goed te realiseren. Wat heb je als je elkaar niet hebt? En wij kunnen samen. Zijn we veel sterker. En kunnen we veel meer bergen verzetten. Als dat we alleen zijn. En dat doet ons steeds weer. Maar dan hoor ik het leven gekend van alleen zijn. We weten ook hoe het We weten ook hoe het Daniel heeft natuurlijk vorige relatie willen in het boek kunnen lezen. Achter de rug, ik ook. Ik heb ook voor Daniel een vijfjarige relatie achter de rug. Ook wel een lange relatie. Waardoor ik op zich ook wel weer. Hebben we ook wel weer. Hoe zeg je dat? Vergelijkingsmateriaal. Ik weet niet of ik het goed zeg. We zijn niet elkaars eerste liefde. Dus dat zeg ik niet dat je dat niet moet of dat moet of zo. Maar daardoor maakt het voor ons wel dat wij weten dat het niet
beter is bij een ander. Want bij de ene, hoe zei je dat nou? Bij de ene laat je wat? Nee? Dat is het, bij, zegt laad, nou? Bij de ene laat je wat en de ander vind je wat. Zei ja. Opa altijd. En dat is ja. Ook zo. Kijk, bij die relatie van mij ben ik 7 jaar alleen geweest. En ja. Heb ik ook ervaren hoe eenzaam en alleen dat is. En, ja. En toen dacht je dat je het nooit meer ging vinden? Nee, ik had het losgelaten. Ik dacht van, family man is niet aan mij besteed. Maar nee. Dacht hij daarboven in die wolkjes toch anders over. Ja. Wolkjes, zijn vandaag geen wolkjes. Maar vandaag zijn er geen wolkjes. Het is wat grappig trouwens. Ik zag vanochtend even kijken van terug van het trouwfilm. Ja, maar was het was ook zo blauw, hè? Het was ook strak blauwe lucht. Ja. En vandaag weer. Vandaag weer. Had zo moeten zijn. Dus ja, alweer niet dus, los. Ja, zeker even een tip van ons. Het gras is niet groener aan de overkant. Maak er gewoon het beste van. Praat veel met elkaar. Versterk elkaar. Ja. En respecteer elkaar. Vergelijk jezelf nooit met een ander. Alleen maar? Speel alleen competitie met jezelf. En streef dat je elke dag wat beter wordt dan dat je gisteren had. Proost. Proost. We hebben dus geen wellness nog de komende maanden. Dus we genieten van ons wellness achtertuintje met onze massage. Luxie. Pak je Luxie. Oh, lekker. Er zit een druifje. Nou, 32 graden. Ga jij het zwembad reinigen? Ja, je moet even het schip netje, hè? Ja, die hangt daar hoor. Vader gaat vliegjes vangen. Oh, met de grote? Oh. Ja. Of zijn dat chippies? Oh, chippies. Wat is dit? Druif! Ik zie, heb je de druifjes in het zwembad gegooid? Nee! Oh, zijn ze vanzelf niet gekomen. Oké. Zo word je wel bruin, weet je wel. Als je zo'n uur loopt te scheppen, wat ik elke dag doe, word je net zo bruin als je liefste. Nou, duim ze omhoog voor mijn badjuf. Het water smaakt wel best wel wakker. Ja. 23 graden. Zo. En het was 20 toen wij gingen vullen, weet je nog? Het is 3 graden warmer. Toen dachten wij vullen. Super schat. Ik zeg, ik ruim even af in de afwas en dan duik ik erbij in. Ja. Poets, hè? Ja. Doen, Luxie. Toetoet. Heb je de Barbie-popjes in de toetoet? Ja. Dan ga je die rondjes rijden. Moe. Oh, zijn de Barbie-popjes moe? Ja. Oh, mooi hoor. Ik moet je hem optillen. Dan ga je weer. Weer duwen. Ja! Ja, jij bent ook zo'n poppenmeisje. Oh, moeder heeft een eenhoorn gevangen. Heb je weer gevangen? Ja, zo word je bruin hoor. Moet je eerst even onder water, dat je nat bent. Even dan bruin je 10 keer sneller, hè. Met een nat bovenlichaam en dan helemaal eronder. In je gezicht, moet je opletten, dan ben je straks helemaal bruin. Lekker joh. Lekker toch? Ja, echt lekker, Alex. Ja, en dan ga je nu op die eenhoorn liggen en dan word je veel sneller. Ja. Nou, ga maar even lekker... Je bent ook een stuk gladder. Heb je ingesmeerd, zei je? Ja. Nee, het wil water, maar ik glad. Ah, lekker, hè? Je hebt niks op, toch? Nee, smoothie. Het water. Nou, ze vindt haar relaxed modus wel. Ja, mooi, Alex. Ja, ze is zo. Kom, Luxie. Jij gaat met papa lekker spelen. En lekker keulen met de Barbie-papjes, hè? Lekker bruin worden, mama Barbie. Wat wil je doen, schat? Take 10 van een TikTokje. Poging tof. Leuk is schat. Dat is mijn liefste. Zo, en Luxie is hier aan TikTok. Oh, ja, was je ook aan het oefenen? Goed zo, doe mama maar na. Zo moeder, zo dochter. Ja, ga maar na doen. Net zoals mama net deed, hè. Ga je zo dansen zo en dan zie je jezelf in de spiegel van het raam. Goed zo. Ja, dat is Luxie. Kijk eens jongens wat ze net hebben gebracht. Een mooie bos rozen, maar die is niet voor mij. Nee, die heb ik besteld voor Daniel. Omdat we dus vandaag 9 jaar zijn getrouwd.
Maar hij weet daar dus niks van. En hij is boven. Hij had een belletje. Dus ik ga hem hier neerzetten. Ik had er ook nog een heerlijke champagne bij. Voor vanavond. Het is een zwoele avond. Dus een champagne past er ook wel bij, dacht ik. Dus ik zet het hier even op de tafel neer. En dan zometeen als Daniel naar boven komt, ga ik hem verrassen met deze mooie bos rozen. En een lekkere champagne. Verrassing! Oh, schat. Dan een bosje rozen. Voor jou. Mooie rozen. En voor vanavond. Ja. Bij de zwoele avond. Oh. Een lekkere champagne. Rozenchampagne. Champagne. Ik zal hem eens even uitpakken. Jij mag hem eigenlijk even uitpakken. Oeh, lekker. Oh, je moet hem even koud leggen. Bubbels. Alsjeblieft. Ik was het niet vergeten. Lieve Prins, vandaag zijn we 9 jaar getrouwd. 10 jaar samen. Dankjewel voor wie je voor ons bent. Je bent altijd goed met zorg en liefde die je ons geeft. Altijd het beste voor ons wilt. We hadden geen betere man en vader kunnen wensen. Ik ben trots op wat wij de jaren samen hebben bereikt. Ik hou van je en laten we vooral genieten van onze zegeningen. Liefst van je prinses. Nee, alsjeblieft, schenk je. Ik ben het helemaal mee eens, liefst. Ja. Op de toekomst. Op de toekomst. Het beste is met de kamporzaal. Wij zijn weer thuis van de kinderen van school ophalen. Doe maar snel je zwempak aan. Het is superheet. Het is echt 32 graden. Kom jongens, snel je zwemspullen aan en dan gaan we lekker plaatsen in het zwembad. Nou, ik ga zo meteen lekker dit pakket curry mandra's maken en lekker avondeten smitten. Maar voordat ik daaraan begin, hoor ik hun alweer spetteren in het zwembad. Dat is 31 graden. Dat is het beste om ook in het bad te liggen. Nou, en wie liggen dan lekker onder water? Mama, Lucilla en Luan. En Luxie is er wat je hè, Lux? Ja. Het water is 26 graden, kinderen. Ja, nee, kijk er maar eens op. Nee, het is 22, 24, 26. Per streepje is 2, tel het liefst. 22, 24, 26. Lekker, hè? Nou, lekker genieten, kinderen. Papa, die offert zich wel op in de warme keuken. Goed, schat? Duimen omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. We zien jullie morgen weer. Tot morgen, doei. Volg je hartsbom bom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom bom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bom bom bom, bom bom mee. Dans mee.